Dick van der Velde, hoe was Indonesië dan bijvoorbeeld? Was dat een kansarm land of was het best oké daar? Ja, je merkt wel natuurlijk dat er wel heel arme dorpen zijn, zeg maar. Als je meer landinwaarts gaat, dan zie je gewoon die mensen gewoon met heel weinig geld struggelen, zeg maar. Maar de velden waren ook niet altijd optimaal, toch, waar je speelde? Ik heb wel eens op velden gespeeld dat ik dacht van, ja, hier zou ik mijn honden niet eens op uitlaten. Maar ik denk dat het gewoon ook met het warme weer te maken heeft. Kijk, je ziet al de grassprieten zijn 1,20 daar. Maar het is gewoon moeilijk om daar soms te voetballen. Dus al die lokalen hebben wel gewoon een bepaalde techniek, omdat die velden gewoon niet zo goed zijn. Maar het leeft wel. Hoeveel zit er bij grote wedstrijden? Hoeveel mensen in het stadion dan? Nou, we hebben vorig jaar of 2 jaar geleden een finale gespeeld daar, van de Cup. Er zaten er 80.000 mensen in het stadion. Dat zou je eigenlijk niet verwachten, maar het leeft enorm daar. En het niveau, ploeggenoten, konden ze er wat van? Nou ja, de lokalen. Het is wel beter dan toen Johnny van Beukering er zat. Dat was 8 jaar geleden, zeg maar. Ja. En het heeft wel... dit is dan onze linksbuiten, zeg maar. Dus jullie linksbuiten dit? Oh. Nee, die scheurt alles af hier, denk ik, bijna een keer. En daar gaan 80.000 mensen naar zitten kijken. Nee, dit was vanuit de club. Konden ze een filmpje insturen met hun trucjes. Ja. Ja, deze heb ik speciaal voor René. Maar hij is geselecteerd op deze trucjes? Nee, ze moesten zeg maar een filmpje insturen dat ze een trucje konden. Ja. En toen zag ik deze tussen. Maar hij voetbalt toch niet mee, deze jongen? Nee, natuurlijk niet. Maar dit is zomaar iemand dus? Dit is zomaar iemand, ja. Oké. Nee, want ik was niet al bij jullie. Ik bedoel het... Nee. Maar jij zat er toch met Melvin Platje? Ja. Melvin Platje speelt ook... Wiljan Pluim? Op dit moment. Toch? Wiljan Pluim zat er ook volgens mij? Wiljan Pluim, ja. Bij een andere club. En, waarom is hij elke keer in beeld dan, die jongen? Die kan toch niet voetballen? En verdien je daar nog wat? Zo. Nou, dat is het meest wat ik ooit verdiend heb, ja. Ja? Echt waar? Meer dan bij AZ? Ja. En noem eens wat, Nick. Nee. Gewoon goed. Het is gewoon allemaal netto. En ik betaalde daar niks qua huur of helemaal niks. Ja, dat levert prachtige beelden op, want ik heb het documentaire gezien. Het is schitterend gefilmd, ook met allemaal drones. Het liep ook wel eens uit de hand daar, toch? Dat je dacht van, nou, we moeten even oppassen, toch? Met wedstrijden bedoel je? Ja, we speelden 2017. Gingen tussen ons en PSM. En wij scoorden in de 94e minuut. En dat was echt gekkenhuis. Op een gegeven moment ontstond er een gevecht. Alle fans het veld op. Daar heb je hem, Nicky. We werden met stoeltjes gesmeten en met flesjes gegooid. En al die, heel veel fans kwamen het veld op. We moesten gewoon met politietanks moesten we weggevoerd worden naar lokaal politiebureau. Maar hier heb ik een stoeltje op mijn hoofd gekregen. Ja, het was één chaos. Maar ik bedoel, dus dit is even heftig deze. Maar had je niet langer willen blijven nog daar dan? Of was het echt op? Nou ja, op een gegeven moment moet ik ook gaan kiezen voor mijn gezin. En die meiden van mij zijn nu 5 en 6. Ja, het is wel een goede tijd nu omdat ze gewoon naar school gaan. Naar de Nederlandse school. Dus, Nou ja. En dat zwarte geld, Nick, kan je dat in 1 keer meenemen van 2 jaar tijd? Of moet je er nog een keer voor terug? Nee, ja, Melvin neemt een gedeelte voor me mee, dus terug. Dus, ja. Dat komt wel goed. Maar zometeen een uur lang, paradijsvoetbal. Ja. Prachtige reportage, om de moeite waard. Ja, zeker. Zeker leuk. Ja. En ik noem even Joël van de Heuvel, die is hier ook aanwezig. De zoon van, die heeft het medegemaakt. Dus klopt, ja, die... Die kwam er mee, inderdaad. Ja. Nou, super. Echt leuk om gewoon bij ons te zien. Je kijkt een soort kijk in ons leven hoe we daar voetballen en buiten het voetbal om wat we doen. Ja, het mooie is dat je echt alles laat zien. Hè? Dat kan in deze tijd bij ons hier in Nederland kan het niet meer. Ja. Maar was het Jakarta waar je speelde? Nee. Nee. Gewoon echt op Bali zaten we. Oh, oké. Okay. Dus het was echt nog buiten het voetbal om was het gewoon echt prachtig, weet je wel. Ook voor mijn gezin. Dus dat is echt mooi. Mooi, man. Nou, we gaan er zo naar kijken. Meteen naar deze uitzending. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.